Ja, Christian, groot nieuws met de nieuwe analisten, aantal ex-Formule 1-coureurs, waaronder jij natuurlijk. Hoe is het nieuws voor jou dat het nu eindelijk naar buiten mag? Van volgend jaar ben je analist bij het Formule 1-programma van Viaplay. Nou, het geeft eindelijk weer een beetje rust, want je moest natuurlijk stilhouden. Ik kijk er wel echt naar uit naar met Viaplay aan de slag te gaan, ja. En ik heb vandaag natuurlijk iedereen weer eventjes gezien na lange tijd. Want ik woon natuurlijk in het buitenland, dus ik ben veel op pad ook voor mijn andere werkzaamheden. En het is wel leuk om weer Guido te zien en Tom en met iedereen ook kennis te maken. Dus ik kijk er heel erg naar uit naar volgend jaar. Ja, hoe groot het gaat worden, als ik het goed begrijp, is bijna on-Nederlands. En ja, richting Sky, moet ik het zo zien? Ja, ik denk dat ze dat proberen te streven natuurlijk, die kant op te gaan. En ik denk dat dat ook de reden is, de professionaliteit en alles wat mij getriggerd heeft. Om ook gewoon bij het team proberen aan te sluiten en natuurlijk iets moois neer te zetten voor volgend jaar. En dat was voor mij ook wel echt een must, weet je wel. Dat het gewoon echt ook, dat de Nederlandse fans, maar ook gewoon iedereen de mogelijkheid heeft om hetzelfde in de huiskamer te krijgen zoals Sky. En dat is wel leuk. En ook die expertise natuurlijk. Wat gaat er allemaal veranderen ten opzichte van de oude shows die we gewend zijn? Nou ja, zoals je al misschien gehoord hebt natuurlijk, is dat we mensen ook bij de circuits hebben. Hè. We hebben ook grote namen zoals David Coulthard, Mika Hakkinen, die wonen allemaal bij mij in Monaco. Je hebt Tom Christensen, die zullen daar ook rondlopen. En dan hebben we natuurlijk de analisten ook natuurlijk hier in de studio. Ja, en ik hoop natuurlijk dat wij zo goed mogelijk naar de huiskamer kunnen brengen en ook echt een goede uitleg kunnen geven, ook op het technische vlak. Bij de podcast van de Telegraaf verschijnen natuurlijk bijna wekelijks om races te analyseren. Ja. Net even proberen om een ander geluid te laten horen, of niet? Ja, misschien soms iets te ingewikkeld. Maar ja, daarvoor hebben we de anderen ook erbij. Die kunnen we misschien een beetje corrigeren, Tom en Guido. Ik ben altijd best wel in, weet je, ik ga helemaal op in die techniek altijd. En dan is het soms best wel moeilijk om dat te vertalen naar de kijker. Maar ik denk dat ik dat wel kan leren en dat ik daarbij geholpen word. Maar het is gewoon, als je dat ziet ook bijvoorbeeld met de podcast wat ik heb, probeer ik echt gewoon ook echt die informatie over te kunnen brengen naar de kijker. Wat er gebeurt en wat mijn visie is. En omdat ik natuurlijk toch in die auto heb gezeten, hoe dat voelt. En dat ze daar dan een beetje meer een beleving bij hebben als ze dan alleen maar zien. Want soms is het best wel onbegrijpelijk, bepaalde situaties, dat mensen het niet begrijpen. Het mag dus ook zijn dat je wat kritischer bent richting Max Verstappen als er iets niet gegaan is zoals het zou moeten gaan. Ja, nou ja, ik heb en blijf natuurlijk wel een oranje bril hebben. Maar ik ga wel proberen natuurlijk echt te analyseren wat ik zie en wat ik meemaak. En bij heel veel situaties ben ik het niet eens met bepaalde analisten. Dat zijn bepaalde situaties dat ook in andere Grand Prix zijn gebeurd. Waar ik zeg van oké, daar kies ik niet Max de kant. Maar dat wil niet zeggen dat Max eigenlijk buitenaardse prestaties op dit moment levert. En als we gaan kijken eigenlijk tot en met Saudi-Arabië heeft hij eigenlijk zo gigantisch goed gepresteerd in qualifying. Dat het echt dat ik bijna dacht dat het een robot was. En dat mag ook gezegd worden. Maar het hoeft niet zo te zijn natuurlijk dat we overal maar ja hoeven te knikken. En zo zit Max zelf en Jos ook niet in elkaar. Dat hoeft ook niet. Als er goed wordt gepresteerd, kan het gezegd worden. Maar als het iets minder is, dan kan het ook. En daarvoor zijn we er natuurlijk ook. Ja, nog een paar dagen, dan gaat het in Abu Dhabi losbarsten. Wat verwacht jij daarvan? Pah, ja, weet je, het is zo moeilijk. Het is gewoon echt een 50-50. Het ligt echt aan de bepaalde sectors, weet je wel. Hoe lang is een bepaalde sector en welke auto doet het daar het beste? Als je bijvoorbeeld een sector hebt die heel lang is, maar wat om mechanische grip gaat, tractie, low downforce. Ja, daar is de Red Bull oppermachtig. En daar fileren ze eigenlijk de Mercedes. Als je sectors hebt wat lang is, maar lange rechte stukken zijn. Hè, dus een lange tijd, lange rechte stukken, high speed corners. Ja, daar is de Mercedes echt nog wel een stuk sterker als de Red Bull. Dus weet je, het is zo indrukwekkend te zien dat je twee compleet verschillende auto's hebt, maar dan bijna de rondetijden heel dicht bij elkaar liggen op het circuit. En dat is voor mij het interessante om te zien eigenlijk en te analyseren. Het is bijna een filmscenario, hè, hoe dit seizoen verloopt. Ja, dit is ongelooflijk. Hier konden alleen maar mensen om dromen. Over dromen, maar natuurlijk wouden we al dat dat Max natuurlijk wereldkampioen was. Ik hoop ook dat Max wereldkampioen wordt. Maar het gaat echt spannend worden. En ik hoop alleen dat ze niet bij elkaar in de clinch komen. Dat er een crash gebeurt. Want dat zou eigenlijk een beetje jammer zijn.